koeien in de wei, bloemetjes in het veld en links en rechts een bezige bij. We zijn in de Achterhoek en vragen burgemeester Joost van Oostrum wat ze toch aan doen zijn met de bermen hier in Berkelland. Wat we in Berkelland aan het doen zijn is herstel van wegbermen die voor een deel zijn gebruikt door agrariërs. De boeren die raken geen land kwijt, want wij nemen onze eigen grond weer in bezit. Zij krijgen hun eigen gronden goed in beheer en hopelijk ook een goede vergoeding voor landschapselementen. En wij herstellen onze wegbermen. Waarom doen jullie dit? Nou, op deze manier herstellen we weer een stukje van het landschap en de biodiversiteit in de Achterhoek. De Achterhoek staat bekend als het coulissenlandschap. En door de wegbermen daar weer voor in te zetten, krijgen we een stuk herstel van het landschap. Ik zag u hier langs de berm lopen. Wat viel u nou op? Dat er bomen zijn, dat was er eerst niet. Er zijn struiken. Dus ja, het is wel heel leuk. Anders was het een beetje saai. Ik denk dat het ook heel mooi zal zijn als het gaat groeien en bloeien, die rozenstruiken en zo. Dus het heeft ook echt sierwaarde. En voor deze sierwaarde moeten boeren die onterecht bomen, hagen, heggen of andere natuur hebben verwijderd, die terugplanten. Met meer dan 125 handhaafverzoeken heeft de gemeente het er maar druk mee. Hoeveel valt er nou te winnen? Om hoeveel hectare gaat het eigenlijk? Nou, we zijn nu ongeveer een jaar bezig met het herstel van de wegbermen. En dan praat je toch al gauw over 8, 9 kilometer. De inschatting is dat het zo ergens rond de 100 tot misschien zelfs wel 200 hectare is. Nou, dat schiet lekker op dan. Dat schiet zeker op als je ziet dat het denk ik op veel meer plekken in Nederland voorkomt. En wij zijn in ieder geval aan begonnen. Dus als ik hier binnenkort rondrij, kijk eens uit het raam. Wat zie ik dan anders dan dat er nu is? Nou, dan zie je weer meer opgaande begroeiing, meer kruiden en hopelijk meer gele kwikstaartjes en patrijzen. En waar veel mais groeit, dat zou wel leuk zijn als er ook zonnebloemen en allerlei andere dingen zijn. Mais is saai, hè? Ja. Heel saai. Heel saai. Mooi dier, hè, die kwikstaart? Ja, die gele kwikstaart is prachtig. Die patrijzen is nog mooier.